Kijk jongens, met ons moet je altijd rekening houden. Dames en heren, het is de bedoeling, als de lopers over de finish komen, dat ze wat applaus krijgen, dan voelen ze zich welkom hier op het plein in Zeerenberg. Dus ik doe een vraag om een applausje voor deze kanjers die zich hier op de mooie zondagmorgen in het tweede rijke kwart over lullen. Staat er inderdaad in het ruim dat applaus wordt gegeven voor de finishers. Daar worden ze blij mee. 28 minuten, 25 seconden. Ja, een applausje. Dus blijft u lekker warm, zoekt u nog even een beschut plekje op, hou nog een trainingspak aan, dan komt dat straks allemaal voor de bakker hier in Zeerenberg. Deze 12e, deze 17e uitgave van deze Fix Solar Montvlaanderen is minder mogelijk gemaakt door Fix Solar, de gemeente Montvlaand, Nieuw Bellens en de Vondsen. Die maken het toch wel extra leuk. 39-16. 39-16 had ik gezien, dit was Sam Helmink. Hij is geboren in het jaar 2000 en hij loopt de 7,5 kilometer. Terwijl het ook naar 35 minuten gaat, is het natuurlijk een geweldige prestatie voor al die mannen en vrouwen die nog binnen gaan komen en binnen hun eigen mogelijkheden gaan proberen hier die 7,5 kilometer goed af te leggen. Maar we gaan straks om 12 uur naar de slotlaan toe voor de start van de 15 kilometer met de internationale wereldtop aan de start. Daarover straks weer op precies 12 uur en dan kunnen van prachtige wedstrijd, maar ook zeker op. Dus gaan uitmaken wie vandaag als eerste hier het parcours overgaat en hier. En dan heb je 15 kilometer, dan is het eigenlijk 15 kilometer, 15 meter. Maar dat is officieel, dat moet gemeten worden. Op eventueel hoe jullie die toch nog anders te lopen houden, zo overdrukken. 15 kilometer, met een parcours van 42-34. Is iemand vandaag in staat om dat parcoursrecord te verbreken? Het parcoursrecord dat pas een jaar staat. Vorig jaar nog Filip Lang had gelopen hier in Zeerenberg. Over een prachtige wedstrijd en een prachtige run. Ik doe Filip, winnaar van de Marathon van Amsterdam 2010. Deelnemer aan de Olympische Spelen. En hij liep zijn eerste wedstrijd in 2008. Buiten Ethiopië, hier in Zeerenberg. We hebben Filip Lang, de parcoursrecordhouder. Hij was twee tellen sneller dan Haile Gebrselassie hier ooit was. En toen was het echt super slecht. 34 seconden, maar dat is nog altijd het Nederlands record. En bij de dames is dat van Lorna Kiplagat in 46-59. De beste wereldjaarprestatie dit jaar van 2012 op de 15 kilometer is gelopen door Nicolas Kipkemboy uit Kenia in 42 minuten en 1 seconde. Maar wij gaan kijken of die 42-34, of dat een maatstaf is voor een nieuwe tijd hier in Zeerenberg. Terug bij deze naar Zeerenberg. Ze gaan terug naar Zeerenberg, hier naar de finish toe. En we hebben nog 10 minuten tot aan de start. 10 minuten tot aan de start. Dat betekent dat alle deelnemers zich in de startvakken moeten melden. Met natuurlijk speciaal start van voor de wereld. Dan zien we met nummer 6 van dat Nederlands kampioen bij deze 12,5 marathon. U ziet aan de Oké, de weg is vrij, dames en heren. De camera's staan hier vooraan. Ik wil graag een geweldig applaus maken voor de atleten die ik u ga voorstellen. Als eerste gaan we u voorstellen. Nederlands kampioen halve en hele marathon 2012, Patrick Stitsinger. Sint-Jozefschool uit Aalst.
hazenwijn. In ieder geval niet, dat weet ik niet, de Roncalli basisschool, weet ik niet. Het kompas loopt mee, de Pastoor Galema basisschool. Ze zijn er allemaal bij. Serenberg, laat je nog eens horen voor deze kanjers. Kom maar, Roland.
starten voor de ceremonie spectaculair. Satisfied with your time? Oh, sure, I'm very satisfied for today's time. I'm okay. Okay, hij is okay. So you can give some autographs now and have a good day here in Seerberg. Dames en heren, een applaus voor Jeffrey Moutai. Dan gaan wij uitreiken, als het mag, de prijs uitreiken. Wil jij de jeugd doen? Zal ik hier beginnen? Lady Tuss. Lady Tuss op deze plaats. Laatste stukje! 2 en 3. Is de familie klaar met de iPhone? Wacht er even op, hè.